Wat is de kracht dit jaar van Feyenoord? Hoe zou je het willen omschrijven? Als je ze ook dit weekend weer tegen Utrecht ziet. Ja, nou moet ik zeggen, dat was... lijkt wel of ze op 50% speelden. Utrecht speelde echt niet de beste wedstrijd. En je dacht, nou, toch Utrecht en een verlenging in de benen. Maar ze liepen er gewoon overheen. Ja. En dat is constant. En dan gaan we weer druk zetten, dit en dat. Maar vooral wat mij opvalt, is dat ze elke keer... als ze de wedstrijd begint, dat ze fit zijn. Ja, enorm. En dat is... kijk, over dat druk zetten, dat deden we 15 jaar geleden. Zeiden we ook, we moeten druk zetten. Weet je wel? Maar ik vind dat ze fris zijn. Ja, en dan kom ik toch bij die ene terecht. Die vind ik echt heel goed spelen. De Koksu. Ja. Gisteren zat Koeman er, en de vraag die ik eigenlijk gehoord willen hebben... van als Koksu wel voor Nederland had gekozen, had hij bij Oranje gekund? Had hij meegekund in Oranje? Ja, natuurlijk. Als die nu op middenveld spelen, dan is hij beter. Vind ik. Oké. Okay. Hij is beter, toch? Dat zeg ik. Ah. Ja, hij is een hele dominante speler. Hij is alles opgeoefend. Ja. Moet je bal hebben. Hij doet heel weinig verkeerd. Maar we hadden hem ook bij Oranje kunnen hebben. Maar ik weet nog dat ik een jaar geleden met Ali Doersson zat. Dat is een zaakbenemer. Wat? Hij was wel overtuigd over Turkije, hoor. Nou ja, toen had hij het gevoel dat hij waarschijnlijk net niet Nederland kon halen. En dat hij toen bij Turkije het zeker... Maar hij heeft inderdaad, zijn ouders vinden het ook heel belangrijk, volgens mij. Ja, maar hij heeft toch bij ons in de jeugdhelft. Ja. Maar toen was het vermoeden dat hij misschien dan net niet goed genoeg zou kunnen zijn. Toen zei ik nog tegen Ali, van, hou hem nou even tegen. Laat hij nou even nog even wachten. Nou, ja, maar je ziet dan alles dat hij belangrijk is voor de ploeg. Goed ontwikkeld. Ja. Hij heeft zich heel goed ontwikkeld. Ja. Ten opzichte van vorig jaar. Veel lopen. Nee. Maar was hij gewoon... Had hij een koos voor Oranje, dan had hij er altijd bij gezeten. Dat is wat je zegt. Met dat niveau wat hij nu haalt. Ja, nee. Bij nationale ploeg. Bij Nederland, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Maar onderschat niet dat Turkse voetbal. Hè? Of dat Turkse nationale elftal, hè? Dat Turkije heeft echt een geweldig voetballand, hè? Cultuur ook. Als je daar speelt, dan moet je echt van goede huizen komen om mee te kunnen spelen. Ja, maar daar is je ook al bepalend. Ook bepalend op middenveld. Ook bepalend, hè? Ja. Nee, dat had je ook bij Nederland duidelijk gespeeld. Buitenland, Manchester United, dat niveau al? Of, nou, ik heb gisteren Manchester United zien spelen. Niet zo best, hè? Dan had je wel makkelijk mee kunnen komen. Die werden echt weggespeeld, toch? Weggespeeld. Ja. Echt niet normaal.